server-based computing en VDI. Dat heeft te maken met ons product die we al 15 jaar voeren, is Workspace Management. We weten alles vanaf. Het tweede product wat we hebben is Automation Manager. Dat begrijpen mensen die begrijpen hoe je IT kan automatiseren. En het nieuwe product wat wij hebben gelanceerd is in februari, dat is de REST IT Store. Nou, wij maken software voor de IT. En dat doen we om IT eenvoudiger en makkelijker te krijgen. De problemen die klanten vaak hebben, heeft te maken met het feit dat ze te maken hebben met de complexiteit, het kostenaspect en de wens bijvoorbeeld om vanuit naar een cloud-omgeving te gaan of naar een hybride omgeving. Of dat ze echt een IT-omgeving willen bouwen die ervoor zorgt dat IT ondersteunend is voor de business. En daar maken wij software voor. Aan de andere kant hebben we te maken met de eindgebruiker die met eigen devices, eigen apparatuur en eigen tijden werken. En daar maken wij juist de software eenvoudig voor, zodat het ook het probleem veiligheid ook oplost. Dus wij kunnen echt in de context van een organisatie de service op de juiste manier aanbieden. Ik denk dat IT in dienst moet zijn van de organisatie. En wat je vaak ziet bij organisaties is dat IT vaak ook een stuk beleid maakt. En dat is in onze visie is dat niet zo. Het moet ondersteunend zijn voor de business. En we zien daar een verandering, dat daar een verandering komt. Dat organisaties daar echt hulp bij nodig hebben om echt ondersteunend te zijn voor de business. En ook werkelijk de IT-processen te vereenvoudigen. Eigenlijk het vergelijken met het kostenaspect. Hè. Je wil graag een soort nota krijgen wat een werkelijk de inzicht is van de kosten van jouw IT-organisatie. Wij bieden een oplossing die een hoop van dat soort zaken dus inzichtelijker maakt in de processen. Om uiteindelijk dat soort kosten af te kunnen rekenen. Vergelijkbaar met een soort energierekening die je ieder jaar binnenkrijgt.